Ja, ik wou wel zeggen, wanneer kan je vandaag de eerste, besef gewoon even hoe je de eerste weer op ons. Ik wou dat we dit eigenlijk een andere positie aannemen, maar ik heb zijn besloten dat dit het gaat worden. Is eigenlijk op zich ook wel gruwelijk, laten we eerlijk zijn, hè. Is op zich ook wel vet. Dus ja man, begin heb ik een beetje te veel gewiemen, maar het gaat nu al iets beter, lijkt het wel. Ik zal alleen niet gaan, dus ja. Yeah! Doe het echt mooi! Een ra. Ik wou zeggen, kan je er ook wat komen? Want ik zag niks aankomen. Dus ja, man. Ra, voor de duidelijkheid, ik heb links en rechts niet gekeken of wat kwam. Dus ik heb geen idee wat het nou, welke kant het is en welke trein het is. Maar ik gok links en verm. Wat gok ik? Maar ik ben hier niet zeker, hè? Nou, ik denk wel wat. Of niet? Duurt lang. Hallo? Hallo. Yeah. Dat is echt mooi. Ik heb een pistool en ik heb een pistool. Moga. Ra. Oh, dan kan ik geen demo terug zien toe gaan. Wat lekker. Hoppa. Rechts aan Riva, mijn jong. Recht aan rechts aan Riva. Ik weet niet wat er met die telefoon aan de hand is, maar het hoesje is heel glad, hé. Halleluja, is het hoesje glad. We gaan niet vanuit bij links ook nog een trein gaan komen. Links, kom niets. Arriba, yeah. Wat doet links Arriba nou weer? Ik had rechts van Arriba vangen, maar oké. Ra. Oh, nou. Wat doet hij Arriba links hier? Ik had eerst rechts vangen, maar oké. Ra. Als schoenen zijn we hier te verm. Ik heb geen idee waarom. Mijn gevoel zegt gewoon dat we hier te verm te maken hebben, jongens. Tja, man. Tja. Tja. Tjoe. Oké, ik heb geen idee wat zeg. Maar volgens mij hoor ik hem links. Links hoor ik iets. Ja, links. Yeah. Een ra. Ik wou zeggen, er kan niks juist komen, er is ook rechts niks. Nou, nu heb ik rechts en verre, we gaan wel lekker. Ra, ik wou zeggen, waarom ga je naar laag? Ik zou gewoon rechts en verre aankomen. En ik denk dat het gewoon niet naar laag is. Een beetje onlogisch, hè? In ieder geval rechts en verre. Nu zit ik een enkele demo-attractie, dus ja. Heb ik geluk. Vorige week maandag wordt het pas echt spectaculair. Vorige week maandag gaan we namelijk sporten bij een station. Wat Eindhoven heet, centraal. Heet het einde van de centraal afgerond, ja. Morgen over de maandag einde van centraal. Yeah! Zuster, moka! Een ra. Ik wou zeggen, dat ik wou dat het kwam, maar het kon niet. Ik zag de lekkers aankomen. Nou, nu pak ik Arriba, vriend. Ra, alweer de Arriba, jongens. Ik zag Riva, jongens. Ik zag alleen maar rechts en naar Riva. En ik zag links niks. Dus ik ga ervan uit dat wij gewoon één soort trein hebben. En niet meer dan dat. Shit, ik wil links ook wat. Je meent het. Yeah. Die begint af te gaan omdat hij naar Romond gaat. En ra. Oh nee, nee niet. Ja, we zijn weer om naar het station. Oh, ik dacht dat dit straks gelukkig was, dat gelukkig niet. Nou, ik had eigenlijk een veel van links weg, maar het is heel... Ik had eigenlijk een veel van links weg, maar het is geen bij rechts. Dus ja, maar we zullen het aan moeten winnen. En ik voelde gewoon een druppel. Het begint dan gewoon te regenen. Ja, het is echt heel fijn, ja. Serieus. Tot nu toe, op zo'n mooie dag moet het dan even lekker gaan regenen. Oh my god. Maar in ieder geval. Yeah! Ik heb precies een moka. En ra! Yes, gelukkig. Pak van mijn hoofd. Ra, opeens ging die ding uit vandaag. Ik zag voor de duidelijkheid. Op rechts en links zag ik helemaal niks. Alleen, ik zag voor rechts en links niks.
Opeens ging het ding omlaag, dus ga er vanuit. Dus ik weet het eigenlijk niet zeker of er nog één trein komt. Hoop het. Maar ik weet het niet, want ik zag niks. Ik zag niks links. Ik zat rechts en links niks. Ik zat links en rechts niet te kijken. Volgens mij één. Yeah. Nee, gelukkig niet. Ja, opeens gaat het ding omlaag. Heel random gaat het ding opeens omlaag. Het zou dan Arriva moeten zijn, denk ik. Dus goed is zo dat het Arriva moeten zijn. Geen idee waarom. Mijn gevoel zegt gewoon dat we nu de Arriva kunnen meepikken. Ik ga gewoon links het aankomen. Ja, daar heb je hem. Yeah. En dan laat die dubbel. Ra. Nee, gelukkig niet. Ik voel die duim. Ik had lekker een dubbeltracties. Of niet. Ik lekker even geen dubbeltracties op. Ra. Ik dacht echt dat de camera niet meer aan. Maar niet meer meewerken. Maar ik ging uiteindelijk nog aan. Ik weet niet welke trein is. Ik weet niet van welke kant. Maar ik gok op een firm. Dacht ik inderdaad al, wat de heck, wat een vliegje op een of andere manier. Hopelijk zit je niet op de camera en dat zou een beetje raar zijn. En ook stom zijn, dat heb ik helemaal niet gefilmd. Nee, maar wat duurt dat lang? Hallo? Oh, daar komt ie. Yeah! Zo, elkaar. Ik weet misschien waarom niet zo langzaam rijdt. Ra! Nee, gelukkig niet. Ik kom denk ik net van het perron af en is aan het optrekken. Vandaar dat hij zo langzaam rijdt misschien. Ra, veel op je rechts, hoppakaas. Dat is weer de oude trein of zo voor vandaag. Jemig. Doet hier een enkele dubbeltracties, maar hier kan je. Rechts kan je goed zien, links kan je niet heel goed zien. Maar je kan je wel goed kijken of er iets uit kan komen. Dus ja. Yeah! Ik ben gewoon elkaar. Ik nu het komt, ik kijk want ik zag links niks. Ra, Arriva! Ra! Ik heb eindelijk jeugd, maar als ik niet ga krabbelen van plastic erop, nou heb ik ook op zich geen zin in. Dus ja, ik begin een beetje benauwd te worden. Begin benauwd te worden, de zon is eigenlijk even door, dus het wordt steeds mooier weer hier in Roermond. Tja man! Yeah! Inderdaad, in dubbel. Hij mag ons afgaan. Dus ik vlak bij Roermond. En ra! Hij is wel Roermond, maar ik moet naar het station toe. Dus ik zie niet dat ik moet stoppen. Maar dan snap ik niet waarom ik doorrijd. Maar oké. Ra! Rechtsfirm! Precies wat ik had gehoopt. Rechts is voor het eerst op groen. Dit is de eerste keer dat bij Roermond 1 op groen springt. Normaal is hier nog nooit een keer op groen gesprongen. Dat is de eerste keer dat hij daadwerkelijk op groen is gesprongen. Eerste keer dat hij op groen is. Dat stroop het zijn. Heel bijzonder. Yeah. Vies op elkaar. En ra. Dat is de eerste keer dat hij op groen is gesprongen, jong. Het zijn. Holy damn. Maar echt. Ra, als het groen is, links ferm. Pap. Dankjewel. Had je hem weggehaald? Ja. Ik zag links en rechts niks. Hoe heet het? Ja. Net gaan we even naar de ambulance. Ik ga gewoon erop staan, Mian. Hoe vet. Gewoon een lekker ambulance erbij. Lange. Ja, serieus? Yeah. Een ra! Wajo! Een dubbele en lekker laserfilm aangeworden als je de film. Wat een bijzondere combinatie. Rij heb ik eigenlijk op een tippetje aan, voor de duidelijkheid. Links en rechts. Ik zat helemaal niet te kijken, dus ik weet niet wat voor trein en welke kant die komt. Ik ga ervan uit dat het een Arriva is.
En geen veer, want veer is er nou gehad. Ga eruit, Arriba. Ik wou zeggen, waar blijft hij, joh? Hier. Precies, Arriba. Jezus wint. En Ra. Even voor. Ik niet dat ik echt weer kwam, maar gelukkig niet. Laat ook wat. Ik denk ook eens, ik denk voor het verre stijp te wisselen, dat hij misschien komen. Mee. Halleluja. Ik gok op de verre. Ik weet niet waarom, maar mijn gevoel zegt gewoon dat het te ver moet zijn. Ik weet niet waarom, maar het lijkt me wat anders van. Maar ik neem dat het gewoon te ver moet zijn. Ik weet niet van welke kant, het duurt een beetje lang. Ik hoor wat. Ja. Ja. Jeet. Raar, we hebben weer een rechts, jongens. Het begint een beetje, die losbarsten beginnen een beetje te dalen, heb ik het gevoel. Ik heb echt geen idee waarom, maar die losbarsten beginnen een beetje, I don't know. Ik vind het steeds rustiger te worden, lijkt het wel. Hoppakaas! Maar ik dacht in de trein of zo. Jee, we gaan boeken even lekker op los. Of ja, niet boeken als in boeken. Maar het is wel lekker druk. Dus ja, man. Dus ja, is nou, die komt er nu aan ongeveer. Daar komt hij. Net. Die remt af. Die remt af van eventueel niemand. Inderdaad, geen lol. Ik had eigenlijk Jujit wel verwacht dat hij goed aan zou tegenkomen. Dat is er helaas niet van gekomen. Maar we hebben wel 18 losse video's. Oh ja, en trouwens, als we nu een dubbeltractie hebben, maakt het helemaal niet uit. Want we hebben uiteindelijk al 18 treinen, dus we willen niet trein of zo. Als we nu een dubbeltractie hebben, zal het helemaal niet uitmaken. Maar het lijkt alsof we weer geen trein hebben. Jezus. Yeah!